fluiten. Er ging wel iets mis, een beetje raar. Ging wel iets mis, ja. Dan drukte ik misschien op het verkeerde knopje, of jij? Nee, dat was de NSA. Oh ja, natuurlijk. Die dus wilde... de... Oh, dat was de eerste telefoon mislukt. Zodat wij contact kunnen maken met jouw telefoon. Zodat ze ons kunnen afluisteren. Ja. Maar kijk, Marco, laten we eerlijk zijn. Wat voor zin heeft het dat wij praten als wij niet afgeluisterd worden? Volgens mij heb ik... Nee, ik wil niet zeuren tegen jou, maar... Dat is een leuk gespreksonderwerp. Ik zet je even op de speaker. Oké. Maar dat is een mooi onderwerp. Mm-hmm. Want ik heb een filmpje gezien van een paar Zwitsers. Mm-hmm. Die zaten ergens... Ik weet niet precies meer bij welke ambassade. Maar er hebben dus allerlei ambassades... hebben allerlei afluisterapparatuur. Allerlei geheime diensten die andere mensen afluisteren. Ja. Wat zij gebouwd hebben, is, hebben gezegd van, weet je wat wij doen? Wij gaan precies het tegendeel daarvan doen. Dus in plaats van dat wij mensen gaan afluisteren, gaan wij die afluisterdiensten helemaal volproppen. Met info. Overvoeren met info. Ja, dat is... En het is toch al lang aan de hand? Want ik heb zo'n mooi artikel gelezen over het aantal vierkante meters parkeerplaats bij het hoofdbureau van de NSA. Oh. Alleen dat bureau alleen al. Als je daar dus te laat bent, dan kan je mooi 1,5 kilometer lopen voordat je hallo kan zeggen tegen de portier. Dan loop je allemaal voorbij al die geparkeerde auto's. Ik begrijp dus echt niet waarom die mensen nog steeds, die Babyloniërs, zeg maar, waarom die dat volhouden. Het wordt bijna prijzenswaardig dat je ondanks het gewoon, dat je snapt dat het niet vol te houden is, dat je gewoon toch volhoudt. Of ben ik dan weer te positief over Prins Bernhard en consorten? Ja, ik zou bijna zeggen... You gotta keep on keeping on, weet je wel? Ja, precies, ja. Ja, inderdaad. Maar gaan we nog opnemen of... Ik ben aan het opnemen en ik heb ook een screencast. Ik heb mijn website opgezet. Oké. En dan kijken we momenteel... wat op de homepage staat is... mijn 6e gelukte interview met Marco Robbersom... in het kader van ons project De Botsende Ego's... comma, voorzien van additionele show notes... Die heb ik nog niet gezien. Nee, dat is ook van de vorige uitzending. Want we zijn nu met de 7e bezig. En welke nummer 7? Ja, we zijn alweer nummer... Ja, we hebben dus de eerste 4... Die zijn nog niet gelukt. Nou, die waren ook best wel vaag. Eigenlijk pas op het moment dat je met die show notes begon... begon alles een beetje in elkaar te vallen. Ja, aan de andere kant vond ik ook wel weer... dat we toen te veel leiding hadden... en iets in een teveel stramien zaten. Ja, dat is ook weer waar. Want, maar aan de andere kant... We kunnen het nog een keer doen, hoor. Voor hetzelfde geld krijg ik weer de geest. En schrijf ik weer een keer show notes. Ja. Hey, maar show notes die helpen mij in één opzicht. Mm-hmm. En dat is dat ik bruggetjes kan vinden. Ja, precies. Een beetje... Oké, nu heb je een show note gemaakt. Ik heb dus eventjes fijn lekker verloren. 2 keer... schaken achter elkaar. Nee, maar zo'n uitzending met show notes, dat is als een partijtje snelschaak in vergelijking tot het gesprek wat we nu hebben. Ja, maar wat ik het mooie vind aan het gewoon inheen drijven, is dat het cognitief interessanter is. Omdat het dan iets vertelt over waar ik ben en waar jij bent. Dus dat mensen als het ware echt kunnen afluisteren waar jij en ik het over zouden kunnen hebben. Snap ik wat ik bedoel? Anders is het zo geregisseerd. Ja, vroeger als kind had ik nog heb ik gespeeld met iemand. Mm-hmm. Dan hadden we allebei een blikje en een touwtje. Heb jij dat ook gedaan? Tussen. En dat maakte een touwtje nat. Dat heette toch een iPad of niet? Het is gewoon 2 blikjes. Nee, ik weet dat, man. Ik weet dat. Met een touwtje ertussen.
Ik weet het, ik weet het. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb het ook gedaan. Ik heb nog veel gekkere dingen gedaan. Ik heb ook een morsensysteem gemaakt. Gewoon uitgeschreven op papieren. En dan de schakelaars. En dan ging je auto's wassen. En dan had je 1,50 euro. Oh, 1,50 gulden. Weet je wel. En dan kon je een schakelaartje kopen. Dan had ik dus draadjes gespannen met batterijen en alles. En dan kon ik dus op een schakelaartje drukken. En dan ging er een lampje branden in het kamertje van mijn vriendje. En daar had ik dus ook nog een code bij afgesproken met kort, lang en nee, ontsluiter. Nee, precies. Ja. En daarna hadden we dus op een gegeven moment, want dan had ik een kameraad en dan hadden we gewoon kabels over het dak. Dat was een buurman. Mm-hmm. Kabels over het dak heen gelegd. Dan hadden we ook communicatieapparatuur, weet je wel. Ja. Of dat wenselijk was of niet, dat is dus ook weer zoiets. Want ik heb gewoon gezien, hè. Wat er bij mij gebeurt, dan... Ik was dus bezig met mijn vriendje, waar die ene kabel naar zijn, want ik had dus een vriendje beneden me wonen. Ik woonde op een flat, hè. En er woonde een vriendje beneden mij, dat was makkelijk, ja. Maar dan kan je gewoon die kabel laten zakken, dat snap je ook wel. Maar mijn andere vriendje woonde links van mij, op dezelfde verdieping. Dus die moest je gooien. En die zakte dus onder een balkon wat ertussen lag, weet je. En toen moesten we die kabel onder dat balkon uitzien te zwaaien, want ja, op een of andere manier. En er was dus echt een buurman... Dus schuin onder mij. En ik was dus 9 of zo. En die buurman was er echt in de 30. En die had zijn tuinschaar gepakt. En die probeerde gewoon die kabel door te knippen. Die keek niet, die had niet eens in de gaten... dat ik en mijn vriendje bezig waren om een communicatielijn te maken. Hij dacht alleen maar... Oh, daar waait een dingetje heen en weer. Ik pak mijn tuinschaar. Knip, knip. We hebben ternauwernood die kabel gered. Voor hetzelfde geld... was al dat geld voor niks uitgegeven. Door die rare buurman. Er lopen gekken rond op deze wereld. Absoluut. Absoluut. Ja. Ik moet ook zeggen wat er in Keulen is gebeurd. In Duitsland hebben ze het inmiddels wel in Keulen horen donderen. Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. Als die Duitsers het nu niet hebben horen donderen... dan kennen ze opdonderen. Nee, weet je wel... En ik heb ook al gehoord dat met de aankomende carnaval, dat ze al de milities, militia, moet je dat op het Nederlands zeggen of? Nee, maar een van de uitspraken van een van de gearresteerde personen was van, je moet lief voor me zijn, ja. Want Merkel heeft me uitgenodigd. Ja, zoiets. Ik heb grote ballen, ik wil neuken of zoiets. Hij is een sterke tuif. Iemand anders, weet je wel. Maar ik moet er wel bij zeggen, wat die asielijzers, of hoe ze ook maar heet, weet je wel, die kleur. Nou, de laatste golf aan, nou, de nieuwelingen, zullen we zeggen. Ik werd dus ook laatst in een steegje gewoon echt seksueel geprezen. In een steegje? Ja, in een steegje, ja. Werd je seksueel geprezen? Ja, 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 want dat was... Het ene dame of... Nee, het waren 3 mannen. Maar dan geen pigmentarme mannen. Wel mannen met genoeg pigment om een echte pik te kunnen hebben. En een van die mannen die zei tegen die andere mannen van... Kijk niet zo geil naar die blanke man van 57 met zijn leren jas. Maar hij keek geil naar je leren jas. Nee, hij keek geil naar mij. Hij had niet over leren uit, gewoon hij kijkt niet zo geil naar die man. Maar ik had natuurlijk mijn leren jas aan. En ik had mijn sleutelbos in mijn rechterzak. En als me één. Ik heb niet zo heel veel moeite met de dood. Maar dat is wel tekenend, hè? Dat is al 3e voorval in 2 weken of zo. Die kleurlingen, die zitten echt de boel op te drijven. Van hoe stupide kunnen we zijn? Ja. Kunnen we ons echt overal misdragen? Of alleen buiten voor bij de Albert Heijn? Dat idee krijg ik gewoon. Waar zijn die lui naar op zoek? En jij kan het weten. Waar is iemand naar op zoek? Misschien dat de luisteraars hier even over na kunnen denken. Dat de luisteraars er even over na kunnen denken. Dat is een goed idee trouwens. Dat we... De luisteraars ook wel een beetje af en toe ruimte laten om zelf even na te denken. Want daar gaat het uiteindelijk alleen maar over. Daar gaat het uiteindelijk alleen maar om. Want wij kunnen wel voor ze nadenken. Maar eigenlijk kunnen ze ons ook.
De wat heeft geen zin? De rest. De rest heeft geen zin. De rest heeft... Ook die andere dingen die te maken hebben met indoctrinatie en dat soort dingen, heeft gewoon helemaal geen zin. Ik bedoel, mensen moeten gewoon zelf voor zichzelf nadenken. Ja, daar heb ik dan wel weer een vraag over, want eigenlijk moet je mensen indoctrineren. Nee, eigenlijk moet je mensen juist niet indoctrineren. Je valt me in de reden. Ja, ik val je precies in de reden. Ja, want ik ga iets heel gevoeligs zeggen. Want waarom zou je mensen moeten indoctrineren? Nou, je hebt me nog niet uit aan het praten, dus je weet niet wat ik bedoel. Je moet mensen indoctrineren zodanig dat ze niet makkelijk geïndoctrineerd kunnen worden. Voor het feit ja. dat ze geïndoctrineerd zouden kunnen worden. Ja, hé. Ja. Je moet wachten. Wapenen tegen het feit dat zoiets als wat in Nazi-Duitsland gebeurde, ja. dat ooit nog een keer gebeurt. Ja, en dat is dan een oude. We hebben natuurlijk ook veel nieuwere feiten. Ja, nee, maar. Kijk. Dat is toch best wel een heel groot verhaal, hoor. Die Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ik heb laatst weer een filmpje gezien. En dat verklaart dat waarom België toch niet neutraal was. Hmm. En waarom de Duitsers eerst in België zijn ingevallen. En toen pas in Frankrijk. En dat heeft niets te maken met de zogenaamde Maginot-lijn. Uh-huh. Het heeft te maken met de Duitse en Belgische koloniale politiek. Oh, en de Tweede Wereldoorlog? Nee, de Eerste Wereldoorlog. Oké. Maar die waarom Duitsland België aanviel? Waarom zij een goede reden vonden om België aan te vallen? En dat heeft te maken met de koloniale politiek. Maar die Eerste Wereldoorlog... Ik pak even voor de kijkeraars even Wikipedia erbij. Die is voornamelijk op Europese grond uitgevochten, dat klopt. Ja, en het zat zo... Ik ben even aan het zoeken, maar ik wil even wachten. Kijk, doe ik... Eerste Wereldoorlog. Want dat is zo... Ik heb daar nooit wat van begrepen. Jij ooit wel? Je zou trouwens dat kunnen afkorten tot WW1 of WWI. Ja, ik heb hem al te pakken. Dan krijg je ongeveer dezelfde resultaten. Oké, maar hoe begon het ook alweer? Vind je dat leuk om dat te herhalen voor de luisteraars? Wat weet jij er allemaal van uit je hoofd? Met zoekwoorden. Als je kunt intypen Eerste Wereldoorlog, maar je kunt ook intypen WW1 of WW2. Of WWI of WWII. Ja, en ik kan het nog erger maken, want daar kreeg ik ontzettende knallende ruzie over met Wim Bulsink. Dat ik tegen hem zei, ben jij van het geloof van de twee wereldoorlogen? Want ik weet van het geloof van de wereldoorlog. Die begonnen is in... Het is uiteindelijk maar één oorlog gaande. Ja. En die is al zo oud als de Big Bang. Nou, dat is wel heel erg oud. Nee, maar ik bedoel, dat is een heleboel energie. Dat is een heleboel energie. Hm. Wat in één keer een universum werd. En dat hele universum is niets anders dan een battleground of the forces. Ja. En aan de andere kant, er is dus niet zoiets als de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, want die twee evenementen zijn verbonden door de geldschieters. Er is gewoon één partij geweest, die heeft de hele exercitie gefinancierd. En tussendoor hebben ze geld verdiend met die economische crisis. Want door de economische crisis raakten allerlei mensen hun geld kwijt. En ra, waar ging dat geld naartoe? Nou ja, ergens in Zuid-Amerika... Amerika, nou, Zwitserland misschien? Ja.
trouwens ook, hè? Hm. Want vreemd genoeg, Luxemburg hoor je nooit klagen over de Tweede Wereldoorlog. Zwitserland ook niet. Wat? Zwitserland ook niet. Zwitserland ook niet. Spanje ook niet. Ja, Italië wel. Moeten ze alweer in tweede keer in een groot wereldwijd conflict moeten ze van partij wisselen. Maar goed, kijk, over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Kijk, van de Tweede Wereldoorlog is het duidelijk dat het Vaticaan en dus de Zwitsers, die zaten daar tot over hun oren in. Ja, tuurlijk. Nou, en je weet ook, degene die tot over hun oren in de Tweede Wereldoorlog zaten, moeten ook dus tot over hun oren in de Eerste Wereldoorlog hebben gezeten. Dat kan bijna niet anders. Nou zijn we eigenlijk beyond conspiracy theories. Mm. Oftewel, we zijn voorbij de, hoe noemen we dat, conspiracy samensweringstheorieën. Mm-hmm. En ook van wat er in het verleden gebeurd is. Want nou wil ik dat projecteren van, wat betekent dat voor deze tijd? Wat betekent dat voor het nu, het hedendaagse? Dat is een ontzettend goede vraag. En ik denk dat je daarvoor nog verder terug moet gaan in de geschiedenis. Ja. Of eigenlijk moet ik dan teruggaan in de evolutie? Ja. Want de evolutie vindt voornamelijk prehistorisch plaats. Dat mag je toelichten. Hoe lang geleden begon de mensheid met schrijven? 6000 jaar. Laten we dat als 6000 jaar nemen. Mm. En dan zeg ik ook van, ja, in die zin hebben die creationisten misschien gelijk. 6000 jaar geleden begonnen wij met schrijven. En vandaar die 6000 jaar. Oké, maar dan heb je het over de creationisten. We hebben het over de creationisten. En hoe lang denk jij geleden dat wij zijn begonnen met schrijven? Gewoon een gokje. Hoeft niet op 5 dagen nauwkeurig. Dat is maar net de vraag van wat noem je schrijven. Ja, precies. Dan mag je er allemaal, gooi het maar op 1 grote hoop. Als jij die tekeningen in de Périgord, weet je wel, in die Lascaux. Precies, die tekeningen. En, wil je dat schrijven? Het is eigenlijk niet eens die tekening, maar dat we voor het eerste keer betekenis ergens aan gaan. Daar heb je een punt. Daar heb je een punt. Want die tekening en betekenis. Ik kan je alleen maar gelijk geven, Marco. Ik sta nu, we hebben nu een padstelling. Daar moet je nog even over nadenken. Wil je wit of wil je zwart? Gaan we overnieuw beginnen. Maar goed, I get knocked down, but I get up again. Oké, dus we nemen Lascaux, de tekeningen van de grotten van Lascaux, nemen we ook mee. Die beschouwen we ook als taal. Wat denk je nou zelf? Maar iemand heeft dat getekend. Mm-hmm. Sommige mensen hebben misschien een hele stam heeft dat getekend. Mm-hmm. En dat hebben ze met een reden gedaan. Ze wilden hun levenswijze vastleggen. Ja, maar mijn vraag was... Ik vind het leuk dat je deze toevoeging eraan geeft. De vraag is... Hoe oud denk jij dat de taal der mensen is? Je hebt ook de Groningers die zeggen van... En Adam sloeg Eva met de suikerbieten voor de kont. Dat is ook een soort van taal, maar... Nee, en dat is ook waar, want ik heb ook een theorie van dat het woord computer... Ja. Uit het Nederlands, ja. Uit het Oud-Nederlands... Ja. Voordat
uit de Romeinse tijd, uit het Nederlands, uit de Romeinse tijd. Ja. Want er was een Romeinse soldaat, die liep naar de maan toe. Ja. Die woonde hier ergens in de buurt van Nijmegen of... Maar had je wel vaker toch, in die tijd? Ja, nee, maar goed, die kwamen elkaar tegen. Ja. Dat is geen wonder. Die gemaan, ja. Die was aan het tellen. Om, hoi. Rekenen. En toen vroeg die Romein, ja. In het Latijn, ja, ik kan het niet in het Latijns nabootsen, maar wat bent u aan het doen? Ja. En toen antwoordde die gemaan, ja. Om poeteren. Dat meen je niet. Huh? Waarom zei die Germaan dat dan? Nee, want het komt goed. Jij bent een... ik beticht jou van eschatogalitarisme. Jij bent... Kun je me even... Ik ga het nu voor de luisteraars opzoeken. HPP? Ja. Maar dat is interessant. In sommige filmpjes wordt het HPPD of HPPS genoemd. Ja. Ik noem het HPP omdat ik het... ik vind het geen disorder. En ik vind het geen syndroom. Oké. Okay. HPP betekent gewoon hallucinogeen persistent perceptie. Even denken hoor. Van, je... Eigenlijk is het gewoon je bed in je trip blijven hangen. Ik ben je echt... En trouwens, mijn computer is ontzettend te zeuren. Want Google wil niet eens eventjes gaan searchen. Maar dat is misschien een goed onderwerp voor de volgende keer. Van wat is HPPD of wat is HPPS of HPP, hoe je het noemen wil. Huh? Ja, nee, maar ik had het over eschatologie. Nee, ik ga eventjes... Eschatologie. Ja, nee, maar dan moet je me eerst uitleggen wat dat betekent, want... Ja, maar mijn computer... Is dat misschien iets overslakken? Ik ga het even voor de luisteraars opzoeken. Eschatologie. Eschatologie, ja. Eschatologie. Eschatologie. Slakken. Is het Frans restaurant, als je escargot bestelt, dan bestel je slakken. Ja, dat is escargot. Ja. Maar dat is... Eschato. Eschato en dan logi. Dus eschat, logi. De logi van de eschat. Moet je me eerst mailen wat het betekent? En dan. Nee, ik kan het zo oplezen. Ik kijk of ik daarop inga, weet je wel. Het bij mij aan mijn grenzen van mijn kennis. Kom op, nee, echt niet. Ik ga je toch niet lastig vallen met moeilijke dingen, man. Kom op. Hier, ik zal het even voorlezen. Echt heel kort, hè? Precies, ja. Eschatologie. From two Greek words. Meaning last and study. Zet ook een link naar de etymologische ontstaan van dat woord. Huh? Zodat ik begrijp wat het betekent. Weet je wel. Wat het begrepen heeft, wat het betekende in vroege tijden. Zit je nou achter je computer? Hoe ze eventueel zou kunnen betekenen. Zit je achter je computer? Ik stuur je zo even het dingetje. Nee, Barry, je weet, ik zit voor mijn computer. Zit je voor je computer? Ja. Oké, okay, dan krijg je gewoon, nou. Dan krijg je gewoon de wiki, gewoon in één keer, dan geen probleem. Oké, maar dan doe ik gewoon even mijn gemail. Je zit er op de speaker, dus we maken dat. Marco, en dan Gmail, hè? Gmail, ja, dat lijkt me wel een van de makkelijkste. Nee, alsjeblieft, oké. Ik weet ook waarom het de makkelijkste is. Ik heb dat Nina. Ik weet de connotatie, de inwendigheid van deze term. Die ken ik jou. Die ken ik pas heel kort. Pas 2 jaar of zo. Kun je nagaan, man. Ik wil me
met jou nog eens hebben over hoe en waarom wij het Tor-netwerk zouden kunnen en willen gebruiken. Ja, maar bij Tor, oké. Okay. Tor is een Noorse god, toch? Weet je niet wat het Tor-netwerk is? Ja, Tor is toch een Scandinavische god van de donder of zo? Toch? Nee, Tor is, heet die Onion Router. Mm-hmm. Of die Onion Router. Hangt er vanaf of je Engels of Amerikaans spreekt. Dat is een... Ja, een anonimiseringsgereedschap. Dat is hopeloos. De idee dat is hopeloos. Dat is gewoon mijn eerste... Vind je dat al onze gesprekken openbaar moeten zijn? Of ja. Vind je dat sommige van onze gesprekken beschermd moeten worden en dat we dat even onder elkaar kunnen bespreken? Ik vind dat... Ik denk het laatste. En het laatste is iets wat je met het Tor-netwerk kunt bereiken. Want dan hebben wij niet een gesprek van nu jouw flat tot mijn flat. Mm-hmm. Nee, maar dan zit jij in China en ik in Peru. En dan hebben we hetzelfde telefoongesprek. Terwijl we in feite gewoon in onze eigen flat zitten. Ja, ik begrijp het wel. En dat ook in perspectieven, denk ik. Kijk, het... Op het moment dat je jezelf wil gaan verbergen, van oh, ik ben bang voor de geheime politie of zo, weet je wel. Je bent dan succesvol. Hè? En dat lukt je echt. Nee, mag ik even uitpraten? En dat lukt je, het lukt je echt om voor die lui op de run te blijven of zo. Maar dan laat je ze in leven. Beter kan je dus, naar mijn mening, gewoon vrij uitpraten. En gewoon kijken wat er gebeurt. En als ze dan gaan handelen, dan zijn zij verantwoordelijk voor hun daden. En jij niet. En dat is wat die Chinese, Aziatische, je moet zo respect mogelijk over ze spreken, die monniken als met de kung fu en zo, tjoh, die vechtkunst. Als ze aangevallen werden... Over discipline. Dat gaat absoluut over discipline. Discipline is het allereerste. Daarom waren die Japanners daar vroeger zo goed in. En daarom zijn tegenwoordig die Chinezen er ook niet zo goed in. Oké, heb je nou nu je toch voor je computer zit, heb je hem al binnen van mijn mail? Eschatologie? Ik zit nog aan een hele andere pagina te kijken. Maar wat moest ik ook weer binnenhalen? Mail van Escha, de inwendigheid, connotatie. Van het woord eschatologie. De betekenis. Wat betekent eschatologie? En dat is dus Grieks. Maar jij bent ontzettend goed in Grieks. Want ik weet dat jij kan gewoon Grieks. Oké, maar ik heb nu de E ingetypt. En ik krijg... De E van e-mail, mag ik hopen. Nee, ik krijg etymologisch oorlog. Dat is iets wat ik uitgezocht heb, waarom dat Nederlandse woord oorlog, wat betekent het nou eigenlijk? Dat staat in de vorige notes, die heb ik er netjes opgeschreven. Oké, maar eerder was de volgende letter naar de E? Ja, maar kijk eens even in je mail. Nee, ik heb je nou aan de lijn. Als je dat nu gewoon gaat typen, dan moet je in Google typen. Eduard, zal ik het dicteren? Eduard Simon. Eduard, E-S. Christian. C. Hendrik. A. Anton. Anton. Theodor. Otto. Otto. Leo. Wie? Leo. Oh, ja. Otto. Otto. Gerard. En dan Y. Waarom
Ja, IE mag ook. Als je IE doet, krijg je een Nederlandse vriend. Dat maakt ook geen donder uit. Er staat... Maar dat gaat om het Grieks. Ja, eschatologie. Jazeker. Want het woord eschatologie heb ik dus geleerd door een Mohammedaanse guru. Die zat het mij in te prenten. Nou ja, als je naar de wiki gaat, Wikipedia, ik heb jou die e-mail gestuurd. Op Wikipedia staat het gewoon ook. En daar staat het gewoon niks uitgelegd. Dan moet je de Engels hebben. Ik kan wel voorlezen, maar je kan het ook even voorscrollen. Gewoon wiki dinges. Heb jij toch ook? Je hebt toch Google? Dat is een wiki eschatologie. En ik zit te kijken naar Christian eschatologie. Maar dat maakt geen donder uit, want Sheikh Imran Hossein, dat is een Mohammedaan. Die kan echt uitstekend Arabisch. En als je ons maar één kop koffie geeft, dan is dat alles precies wat we nodig hebben. Nou, Dat is precies. zoals elke zwerver op straat vraagt, heb je misschien 50 cent voor me? Ja. Ja, ik ben geen fundraiser voor een opstand van de moslims, weet je wel, want dat wil ik helemaal niet. Een opstand van de moslims. Ik wil een vrije en open wereld waar iedereen zichzelf kan zijn. En niet een wereld waar iedereen zich moet richten naar een bepaalde religie, omdat dat misschien de juiste wel, of natuurlijk net zo fout als de rest, kan zijn. Ja, ik kan alleen maar Amon zeggen. Ik kan alleen maar aan. Amen. Ah. Daar moet het ook nog eens over hebben. Over meneer Aaron Ra. Want die man, die weet waar hij het over heeft. En hij ziet eruit als een duivel. En want, ik weet zeker dat hij model gestaan heeft voor het duivel in South Park. Dat South Park is zonder meer verdacht. Ja, je weet het niet, hè. Nee, want ik weet, Dus nee, maar nee, mensen wat. weggegaan omdat ze religieuze problemen hadden met South Park. Het ding is, ik weet zeker. Er is Want een die di dikke neger die is op een gegeven moment weggegaan, omdat hij was lid van de Scientology. Aha. Even wachten. Ik En hij had even voor de. letterlijk gezegd tegen de Scientology en toen moest hij zijn biezen pakken. Ik wil eventjes voor de kijkeraars Voor de kijkeraars. een mooie plaatje laten zien van de. Ja, voor degene die naar het filmpje kijken. En misschien is het er maar eentje. Ik begin me steeds meer bewust te worden dat het heel erg belangrijk is om te beseffen dat je alleen maar kleine dingen kan doen. Daarmee mag doen. Nee, maar En daarmee moet doen. je moet beseffen als mens wat je actieradius is. Ja, dat is ook een Japanse vechtkunst. Oh, maar goed, daar heb ik het verder niet af. Maar het gaat erom van, wat is mijn actieradius? Binnen welke cirkel opereer ik Ja. überhaupt? Ik ben geen belangrijke politicus die vanuit een Hallo, nee, maar Marco, wereld regeert, weet je wel.
hoor. Marco. Deze uitzending is bedoeld voor 8-jarig en ouder. En jij zei net belangrijke politicus. Heb je dan een voorbeeld voor de kinderen van een belangrijke politicus? Wat voor een soort persoon bedoel je dan? Het is gewoon om je te plagen, hè? Die ten eerste eerlijk was en iets goeds geregeld heeft voor de mensen. Dat is prachtig, ja. En name one. Behalve die vioolspeler. Behalve de race dan. De race zou misschien. De race? Ja, misschien kunnen komen. De race? Zijn DS70 was dat toch of zo, hè? Schande. Ja? Ja, maar dit is een schande natuurlijk, hè. Kijk, net als Wat is er mis met de AOW dan? Nou, het feit dat een mens, wanneer die oud der dagen wordt of zo, weet je, dan, dat hij dan nog voor zichzelf kan zorgen, hè? Dat moet. En dat moet niet zo zijn dat er een instantie is die daarvoor zorgt. Van, oh, wij zullen wel voor jullie oudjes zorgen, hoor. Die krijgen een AOW'tje. Hebben jullie kinderen niet meer te zorgen voor die oudjes. En dat doen ze dan bij die oudjes en dat doen ze ook bij die kleintjes. Dus jij pleit ervoor dat die AOW helemaal wordt afgeschaft? Absoluut, ja, zonder. Nou, oké, dan is ons telefoongesprek hiermee... Ja, maar laten we nog even doorpassen. Snap je het verschil tussen wanneer ik opleg of wanneer ik door blijf praten? Ja, maar kijk, toen ik in mijn werkende dagen was, hè, ik kan momenteel niet met je droge ogen beweren dat ik momenteel echt hard werk. Even tussen jou en mij, maar in mijn werkende dagen. En dan zag ik. Ik ben niet zo hard op dit moment. En in mijn werkende dagen, dan zat ik echt wel met het typen en wel een zorg dat een telefoon ging. En dan holde er een eekhoorntjes voorbij. Ja. En wat die doen, die stashen gewoon nootjes op. Ja. Die zitten de hele zomer door, zitten van allerlei voer te verzamelen. En dan aan het einde van de rit, dan vreten ze dat op. Ja. En als die eekhoorntjes dat kunnen... Als ze het terug kunnen vinden de volgende zomer, of de volgende lente... Maar ze schijnt het nog wel eens aan het schorten bij die eekhoorntjes. Maar ga jij mij nou vertellen dat je dan een eekhoorntjesorganisatie moet hebben die dan een eekhoorntjes gaat vertellen van nou, wij gaan jullie monitoren. Wij gaan precies vertellen waar jullie de eikeltjes opgeborgen hebben. Zodat jullie de volgende winter kunnen jullie altijd jullie eigen verzamelde eikeltjes terugvinden. Lijkt me trouwens wel een leuk filmpje. Ja, maar dat kan natuurlijk niet werken. En dat kan onder mensen ook niet werken. Mensen moeten het gewoon echt zelf doen. En dat kunnen we ook best zelf. We zijn toch geen invalide, man? Jij hebt toch mij toch verteld van de witte dood en de rode dood. En de stroodood. Je gaat een keertje dood. Ja, je gaat een keertje dood, ja. En wat is daar het probleem, effing mee? En denk je dat ik echt zin heb? Maar in feite is dat wat... Diegene die zichzelf opblazen, die zoeken een, uiteindelijk niet de meest islamitische dood, want ze zoeken eigenlijk de Germanen dood. Ja, het punt is natuurlijk wel dat... Want ze willen eigenlijk naar het Walhalla. Kijk, het jezelf doodvechten, daar ben ik absoluut voor, hè? Ik vind het echt een heel goed begrip. Ik vind dat je daar voorzichtig mee moet zijn, hoor. Ja, ik vind het, ja, nou, precies. En daarom vind ik het dus juist een goed begrip. Dat bijvoorbeeld, en jij kent dat ook wel, van als er bijvoorbeeld een voorstelling is, hè? En je weet dat er tientallen mensen gaan komen, dan kennen we geen genade meer. Snap je? De voorstelling gaat draaien.
Je kan niet die tientallen mensen laten komen en zeggen van, ja, we zijn nog even bezig, ja, het zaallicht is nog aan, maar misschien dat je vast kan gaan zitten, heb je nog een boterham zelf bij je? Ja, sterker nog... Dat gaat toch niet? Wat praat ik nou poep? Sterker nog, de mensen die op het podium staan zeggen tegen je, zodra de voorstelling begint, niemand meer binnenlaten. Dat is er ook, hè? Dat is de andere kant. Ja. Ik hoor je ontzettend goed. En ik heb het nu over de andere kant. Ja? Over de voorbereiding. En op het moment van de voorbereiding... Dan kan je niet meer zeggen van... het moet allemaal kloppen. Want anders sodemietert de hele boel in elkaar. Jij komt op mij over als iemand die niet snel in paniek raakt. Nou, dat in vergelijking tot het... Marco, wil je even je mond houden? En dan wil ik even in ontvangst nemen wat je net tegen me zei. Het is echt een van de meest... waarschijnlijk het meest aardige ding... wat iemand ooit tegen mij gezegd heeft. En dat bedoel ik ook op dubbelzinnig, want we hebben het gehad over Pan, hè? Over wie? Pan. Oh. De fluitspeler. Oh, die Pan. Was het groen of niet? Nee, ik dacht even het steelpannetje, maar... Heerlijk. Dat is trouwens het sterrenbeeld van Pan, hè? Wat is het ster? Is de grote beer? De grote en de kleine beer trouwens, allebei. Van Pan? Pan kan van gedaante veranderen. Een van die goden die dat kan. Aha. Oh. Aha. Interessant hoor. Maar kan jij dan... kan je uitleggen wat de relatie is tussen Pan en het woord paniek? Jij als etymoloog... Misschien moet ik dan zeggen dat het er een ander woord aan vooraf ligt. Het heeft meer te maken met het woord pandemonium. Ga door. Zoals het bijvoorbeeld ook in het de naam van Pan Am, van Pan American zit. Het pandemonium. De tempel voor elke god. Een tempel? Dat hadden ze in Rome. En er was maar één god die zich daar tegen verzette. Er was één god die zich daartegen verzette. Die wilde niet met die andere goden aan tafel zitten. Aha. En toen? Dit is Griekse mythologie, neem ik aan, hè? Kan je raden welke god dat was die niet met die andere goden aan tafel wilde zitten? Dat was dus Pan. Huh? Dat was Pan. Nee. Wie dan? Oh ja, joh. Nee, die wilde niet met andere goden aan tafel zitten. Oké. Want, nee, dat mocht niet. Je mag geen beelden maken. Je mag nog niet eens... En dat is het rare eraan. Je mag nog eigenlijk volgens de letteren van de wet van de Joden... mag je nog niet eens letters maken om een boek te schrijven... Ga door. Snap je wat ik bedoel? Van die Joden mogen dat boek ook niet schrijven. Dan maken ze ook een beeld. En dan graveren ze ook iets in steen of in wat dan ook. Weet je wel, ook de tekst is verboden. Ja, dat is raar, hè? Behoorlijk, ja.
En ik vind ook om aan te haken waar ik wel aan kan haken. Jij zei dus net Yahweh of zo, Jehovah of zo, ja. En binnen de Joodse gemeenschap was het gebruikelijk, als iemand dat bij herhaling zei, dan kreeg hij gewoon een steentje naar zijn hoofd. Ja. Daar komt de hele steenkiesprocedure vandaan. Ja, en als je dan maar door blijft gaan, ja, op een gegeven moment moet je gewoon je bek houden. Ja, nee, maar jij begint mij een beetje te klinken naar, hoe heet die gasten ook weer? Die gasten die de Life of Brian hebben gemaakt. Heet het ook weer? Monty Python. Monty Python, ja, precies die. Ja. Daar ken ik het ook van. Want die hebben daar echt een hele leuke scène van gemaakt. Dat is die man. Die ging dus Jehovah in de terts uitzingen. Hè? Jehovah, 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 Jehovah. Dat was een hele oude man. Die was helemaal doodgestenigd. Ja. Nee, maar het leukste is dat terwijl dat verhaal aan de gang is, is er ook nog een feministisch aspect. Die scène. Van dat die gast de hele tijd zegt van. Op een gegeven moment zegt hij van. Jehovah. Ja. De meeste steengooiers zijn vrouwen. Met een baard. Want dat voor die kraam. Ja. Staat een koopman. En die verkoopt baarden aan vrouwen. Shit. Had je niet gezien, hè? Nee, kut. Dat, shit, man. Ik heb die film, ik weet niet hoe lang geleden, gezien. Nee. En nu pas begrijp ik die grap. En hier vrouwen. Nee, hier zijn ook vrouwen. Nu pas begrijp ik die grap. Scheisse met een hand. Prachtig. Ja, weet je, ik kijk met twee ogen in deze wereld. En jij ziet diepte. Ja. Oké. Nou, hoe diep kan jij zien? Ik moet er wel een bril voor opzetten trouwens, hoor. Uh-huh. En buiten dat... Uh-huh. Heb ik ook nog een cycloop bij me lopen. Dus het heet een camera. Ik hoor je. Oude cyclo-camera's. Ik denk het wel. Kijk, de Egyptenaar. Als je kijkt naar die Egyptische kunst. Dat is gewoon 2D. Het is wel 3D. Maar het is 2D. Ze begrepen, die Egyptenaren begrepen heel goed. Dat als je het beeld maakt. Dan gaat het alleen maar om een 2D. En als jullie tegen onze religie zijn, dan maken we jullie plat. Ja, absoluut, ja. Ja, dus, ja exact. Ja, dat kun je ook zien, hè? Ja, dat is heel goed dat je daarbij stilstaat. Want dat is precies dat is de valkuil, zullen we zeggen. Je wordt plat gemaakt. Je wordt door een religie word je gereduceerd. En je hoeft maar iets fout te doen en dan gaat iemand tegen jou zeggen van nou, maar misschien dat je wel beter kan zijn. Zo, ja? Dan krijg je gewoon weer een schuldgevoel aangepraat. Ik wil niet zeggen dat je vooruit moet stellen dat je beter bent dan de rest van de wereld. Nee, maar dat gebeurt dus wel bij die religies. En bij sommige religies gebeurt het gewoon opzettelijk. Bij de vrijmetselarij, daar weet ik echt uit betrouwbare bron. Je wordt daar binnengeleid. En dan gaan ze je op een gegeven moment vertellen dat het allemaal niet gratis is. En dan gaat je het. Ja? Nee, nou heb je het over de vrijmetselarij. En dan kan ik net zo goed zijn, Scientology tegenover zijn. Ja, precies. Nou, maar over de vrijmetselarij als voorbeeld te nemen. Of. Scientology. Scientology ken ik niet zo goed. Die Mormonen ken ik ook wat beter, joh. Die in
dan gewoon die moronen. In het Nederlands, hè? Ja, ja, morons. Ja, dankjewel. Hoef ik het niet te zeggen. En dan, ja, want de ik heb dus meerdere gesprekken gehad met mormonen. En ik heb ze leren kennen als leugenaars. En ja, dat is natuurlijk jammer voor die genootschap. Nee, maar Perry. Want dat zegt natuurlijk niets over alle mormonen, maar de mormonen die ik heb leren kennen. Maar het zegt wel leugenaars. Iets over alle leugenaars die je bent tegengekomen. Ja, iedereen liegt, man. Iedereen is bang. En jou, hey, Perry. Iedereen liegt. Uit angst. Ja. Zelfs ik. Ja, het punt is wel van je. Ja, nee. Ja, maar ja, natuurlijk, ik lieg ook. Maar ik lieg bijvoorbeeld niet als ik tegen jou zeg dat ik jou rond 6 ga bellen. En dan bel ik je ook rond 6. En als ik je niet rond 6 bel, heb ik daar een reden voor. Wij hebben een afspraak gemaakt met elkaar. Precies. Kijk, en mormonen, de mormonen die ik heb leren kennen. De mormonen die ik heb leren kennen, hielden zich niet aan de afspraak. En zat een beetje als hijgende hondjes naar mij te kijken of ze een koekje mochten. Kijk, en daar heb ik geen zin in. Dan ben je gewoon af. Dan ben je af. En dat geldt natuurlijk niet voor alle mormonen, want ik ken ook een mormoon over internet. Maar die heb ik nooit. Iemand heeft mij ooit eens een keer gezegd van, hé, maar dat moet je niet meer doen. Wat? Wat? Huh? Wat moet je niet meer doen? Als een hond geld opvrijdt. Als een wat? Als een hond? Hond geil opvreten. Een hond geil op... Ik versta. Een hond geil opvreten? Geil opvreten, huh? Ja. Dat mag je echt uitleggen. Ik zit nou zo'n mooi plaatje. Als jij naar dit filmpje kijkt, ga je er ook van genieten. Er zitten hele mooie beelden bij deze audio. Ik bedoel, ik kan er verder niks over zeggen, weet je wel. Ik zit gewoon met de Wikipedia voor mijn huis. En dat is eschatologie. Eschatologie. Ja, ja. Wat is dat eigenlijk? Het is de eschatologie. Is het leer van het einde der tijden. De leer van het einde der tijden. Dat is eschatologie. En als je dat goed begrijpt, dan snap je ook de leer van het begin der tijden, natuurlijk. We zijn er nog lang niet. We hebben het de hele tijd over evolutie. We zijn nog niet van het einde der tijden. Ja, wij zitten de hele tijd in het einde der tijden. Er is nooit iets anders geweest als het einde der tijden. Oh, zo kun je het ook zien. Ja. Of dat is misschien de ware aard van de hele werkelijkheid. Is dat van, ja, verdomme. Zo is het. Mm-hmm. Ik ben hier niet door. Ja, wat is jouw reden van jouw existentie? Nou, ik heb daar een idee over. Ik heb daar een idee over, omdat ik er een idee over had, ja. Nee, in principe, als we de filosofie volgen, en dan zit ik jou een beetje te plagen met een, met wie ook weer? Waar heeft die Duitse filosofen ook weer? Jij weet het. Er zijn er 3. Nee, er zijn er 4 die ik. 4, 5 die ik ken. Leibniz? Er zijn er een paar. Ik bedoel, we kunnen beginnen met. Leibniz. Leibniz. Dat is geen filosoof volgens mij. Absoluut wel. Die heeft de differentiaal leren. Uitgetekend. Nee, ik zit meer in de lijn van Jung. Oké, Jung. Nou, Freud, daar reken ik niet als filosoof. Dat vind ik gewoon viespeuk. Wie? Daar wil ik eigenlijk helemaal niet over hebben. Viespeuk dan?
Ja, daarom is het gewoon niet zo heel waardevol. Ik vind Freud niet de moeite waard. Maar jij wel? Lebensfreude. Lebensfreud. Nee, maar sorry, dat is een propagandawoord geworden. En dat heeft Hitler. Ja. Een auto door Lebensfreud. Haha. Maar welke filosoof jij dan op zoek dan? Heidegger misschien. Ik wil in de industrie mee beginnen. Ik weet er nog een. Wat? Een Duitse filosoof. Immanuel Kant. Daar wil ik het eigenlijk over hebben. Dat is een heel erg goed begin. Want, is het eigenlijk. Ik ben misschien een beetje een Kantist. Oké, okay. Explain. Leg uit. Omdat ik dus niet weet of mijn waarneming bepaalt wat de waarheid is. Aha. Of de waarheid bepaalt wat ik waarneem. Ja, dat weet je niet zeker. Je hebt daar je twijfels over. Nou, weinig twijfels, want eigenlijk weet ik wel hoe het zit. Maar ik kan me voorstellen dat andere mensen daar hun twijfels over hebben, ja. Hallo aan mijn kokkie? Ja, ik denk erover na. Oké, nee. Ik dacht even dat ik gewoon door mijn arrogantie even de communicatielijn kwijt was. Ja, je moet ook rekening houden. Dat, ja. Jij, nee, stel nou hè, dat jij gelijk hebt, hè? Mm-hmm. En dat jij dus niet zeker weet hoe het een en ander in elkaar zit, hè? Ja. Hou je mond. Dan mag je ervan uitgaan dat ik, ja, tenzij je mij hoger acht, wat ik liever niet heb. Tenzij je mij lager acht, wat ik ook liever niet heb. Oké. Dus, je acht mij hetzelfde als jij. Dan heb je dus ook respect voor het feit dat ik die twijfel ook zou kunnen hebben. En dus tijd heb om over iets na te denken en een stilte te laten vallen. Denken van. Word jij op dit moment gegijzeld door iemand anders? De Belastingdienst hoog. Nee, niet echt. Nee, nee maar het lijkt wel alsof jij instructies krijgt van andere mensen. Ja. Wat jij moet zeggen, weet je wel. Jij zegt dit, jij moet dat zeggen. Want anders heb je een pistool op je hoofd. Oké, maar ik hoor dat. Dus je hebt het idee dat ik serieus overkom? Ik probeer er maar wat grappigs van te maken, hoor. Ik wil dat ook niet. Kom ik jou morgen nog wel levend tegen, weet je wel? Of word je gewoon door je kop geschoten? Waarom zouden ze mij vermoorden, man? Dat is een goede vraag. Dat is veel te veel moeite. En toch hoor ik af en toe een rare echo. Ik weet wel zeker, ze hebben mij in de gaten. Ik heb bij Nu Jij heb ik een ban gekregen. En dat doe je niet voor niets. Hè? Dan heb je het echt ik wel. Dan ben je echt wel. Ik heb een ban gekregen. Hè? Ik heb nog nooit een ban gekregen. Nee, ik wel. Echt een officiële. Ik heb ook gereageerd en ze me duidelijk uitgelegd. Een of ander bullcrap verhaal. Maar. Gewoon gezegd van no go. En ook niet van je hebt een ban voor 3 maanden. Of je mag dit soort dingen niet meer posten. Nee, een IP-ban. Vanwege bepaalde posts. Omdat sommige mensen jouw IP-adres gebruikt hebben? Nee, dat ging daadwerkelijk over mijn post. Dat ging. Je moet maar beginnen. Als je op Nu Jij, iedereen die zit er allemaal trivia, dat is een trivia gebeuren, hè? Het is allemaal trivia.
trivialiteiten. Trivial Pursuit. Ja, precies. En als je daar serieuze dingen op gaat posten, dat mag dat op zekere hoogte. Maar als je dan echt op de voorpagina komt, dan word je gewoon gelijk gechokt. En je krijgt ze ook. Ik weet niet hoeveel mensen daar werken. Er zijn misschien 5 mensen of zo, of misschien maar 3. En die werken met iets van 13 aliasen. En die veranderen zijn ook weer heel grappig. En je kan ze eigenlijk gelijk al herkennen. En het taalgebruik is ook onmiddellijk duidelijk. Dus dan doe je gewoon een post over 9-11. Iets grappigs, weet je. En een nieuwtje over 9-11. Er zijn er nog steeds, hè. Er zijn nog steeds nieuwtjes over 9-11, hè. Er zijn er nog steeds nieuwtjes over. Ja, absoluut. Ik moet ook zeggen van over 9-11. Ik ben het nog steeds niet over eens. En trouwens, ik ben hier thuis. En ik zie hier een kruis. Ja. Opleggen. En ik zie een kruis op de gang. Het is de spot, weet je wel. Van, daar moet ik misschien iets intrappen. En dus, er zijn twee lampen. Ik wil maar zeggen dat die... Op camera en de andere uit de wc. En samen vormen zij een X. Een G. Ik ga eens even in het midden van die X staan. Doe dat, Jan. Small step for a man. En a giant step for mankind. Gebeurt helemaal niks. Of ben ik jouw telefoongesprek kwijt? Nee, ik hoor je nog steeds. Ja, dus oké. Ik ga eventjes, wacht even, dit is grappig voor de luisteraars. Jij bent nu aan het pissen, mag ik hopen. Het moment was, weet je wel. Jij gaat nu even pissen, of wat? Ja. Ik heb er 33 gigabyte over. Kom op. Heb jij 33 gigabyte over? Ja, ik heb voorjaars schoonmaak gehouden. Oh, je hebt alles eruit gegooid. Wat erin zat. Netjes opgeborgen. En netjes opgeborgen. Ja, wat ik nodig had natuurlijk. In kleine koffertjes. Ja, ik heb zo'n NAS hier staan. Die heeft een terabyte. In kleine koffertjes, zeg ik toch? Ja. En een NAS, oké, hartstikke leuk. Hoe ga je daar een cloud application van maken? Ik ben momenteel bezig samen met jou om te repeteren. En misschien is het wel zo dat later mensen gaan denken dat deze opnames de beste waren. Want die anderen waren zo professioneel. Weet je? Die anderen werden zo professioneel. En dan ging de lol er vanaf. Je weet precies hoe het gaat, toch? Toen ging het in de jaren 70, 80 toch ook. Weet je? Maar je moet wel wat doen. Waar moeten wij beginnen? En waar moeten wij eindigen? Nou, wat ik dus... mijn grote punt is... Ik geloof heilig in humor. Humor is het allergrootste goed wat er bestaat. Nou, en er is niets waardevoller dan humor. Nou, en dan... Wat ik ontzettend leuk vind... Het is... De lancering van de Apollo 17. Apollo dat vind ik dus, 7? Ja, Apollo 17. Oh, 17. De laatste Apollo. Ja, en hoe die dan weggaat van de maan. Dat vind ik echt om te bescheuren, gewoon. Jij kan nu voor je computer gaan zitten. Of ik kan het je gewoon vertellen. Ik kan hem ook in full screen zetten, weet je wel. Ja. Een hele andere plek. Ja, precies, ja, maar... En je hoort ongeveer wel welke plek dat is. Ja, maar goed, maar als je naar perry7.nl gaat... Ja? En je gaat naar Liegkunst... Dan moet je maanlanding pakken. Dan moet je bronnen pakken. Nee, maar... Ha ha ha.
weer overnieuw moet gaan vertellen. Het is op zich wel een beetje het einde van elke discussie ook. Nee, maar ho. Nee, ik vind een goede deal, maar we gaan wel voor de luisteraars gaan we dit filmpje afspelen. En ik ga in ieder geval de luisteraars vertellen en hopelijk in jouw bijzijn. Want jij gaat nog zeggen, jij hebt het laatste woord toch altijd? Maar ik wil eerst eventjes aan de luisteraars vertellen. Weet je wat ik het liefst heb eigenlijk? Nou. Is dat die luisteraars, die niet kunnen zien wat er gebeurt, dat zij zich kunnen voorstellen wat er gebeurt. Vind ik een goeie. Oké, om het voor jou niet te lang te maken, want jij moet ook vroeg naar bed. Ik start nu de tape. Je hebt hem gelijk ook. Ik heb hem helemaal klaarstaan. Ik werk aan mijn imago. Gewoon echt. En jij krijgt het laatste woord, hè? Dus geen haast maken. Nee. Laat een luisteraar bellen. Dat is zo mooi, zeg man. Dat is het laatste woord wat ik eigenlijk wil zeggen. Van laat iemand inbellen. En er is geen laatste woord. Wij hebben misschien niet het juiste. Maar wel altijd één antwoord. Wij zijn één. Hoor je de sound? Ik zie momenteel een spin. Die staat op de maan. En die jumpt op. En hier zie je firecrackers van links naar rechts. En dat ding gaat zonder burst omlaag. Gewoon, er gaat gewoon iets, ja, geweldig, omhoog. Ja, echt. En dan hier, hoppa, dan gaat hij helemaal in total sound. Dit is echt, ja. Ja, man, dit is het, totally. Ja, aan jou het laatste woord. Het is allemaal goed afgelopen met die maanlancering voor de kijkeraars. Een maanlancering? Ja, van Apollo 17. We hebben allemaal gezien dat ze veilig thuisgekomen zijn. Dus, dat was toch eigenlijk Apollo 13 dat ze allemaal veilig thuisgekomen zijn? Ja, maar dit was de laatste, Apollo 17. Dat is de laatste Apollo, ja. Alhoewel, er bestaan filmpjes. Die heet bijvoorbeeld Apollo 20. Echt waar? Ja. En dat lijkt bijna echt.
is ook het, in Nederlands heet dat het gek getal, hè? Ja. En toen gingen we naar de maan. Met de 11e, ja. Maar ik vind het wel... Het is echt, in de hele wereld is het heel raar. Maar wat ik dus gek vind, hè? Het feit dat ze in Amerika Engels praten... Dat... Dus in heel Duitsland die dat... anders hadden ze in Amerika in het Nederlands gesproken. Maar er was één Duitser die... die zei tegen Nederlands... Nee, ik sta achter jullie. Ja? En die stemde mooi even tegen. Ja. En dan... Ja. Maar dan had meneer Kennedy wel een probleem gehad. Wacht even, zo... Wij kiezen ervoor om naar de maan te gaan. Mijn dochter, hè? Die is ontzettend kritisch, hè? En die kwam dus laatst tegen mij vertellen van ja, dat die van Allen Belt, om de aarde ligt. Oh, ja. Dat, ja. Mijn dochter zei, dat is een conspiratie. Die van Allen Belt ligt er helemaal niet. Maar ze hebben gewoon geen zin om nog een keer naar de maan te gaan. En dan zitten ze nou een beetje moeilijk te doen over een Van Allen Belt om meer geld binnen te halen. En van die samensweringstheorie... Nee, maar goed, dat is wat elke religie doet. Want elke religie is erop uit om een kerk te bouwen. Waar wij met onze schoteltjes om kleingeld kunnen bedelen. Zodat... wij onze zin krijgen. Ja, mooi. En hoe verhoudt zich dat? Maar zullen we daar de volgende keer over hebben? En misschien dat jij ermee wil afsluiten, maar... Ik lijk dat een goed onderwerp is om het de volgende keer over te hebben, want... Nou ja... Moet ik het nu uitzetten? Of nu jij? Ja, precies. Want hoe... Ja, en het gaat dus... het gaat over evolutie. Het is evolutie. Precies. Want nou, als je nu dan... Gebeurt. Nou, Marco, dan doe ik nu mijn audio uit. En dan mag jij nog even afscheid nemen van de luisteraars. Hey, luisteraars. Dankjewel. Hey, fans. Hier was meneer de Groot. Goedemorgen. Dankjewel allemaal, hè. En maken we ook natuurlijk, hè.